Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom terug bij deze volgende deel van deze videoreeks. En we duiken gelijk in een beetje wat meer detail. Want zelfs als we nog een stap dieper gaan om die bouwstenen van die eerste cel te bekijken, dan is het wetenschappelijk onmogelijk om zelfs deze bouwstenen spontaan te laten ontstaan. Deze bouwstenen zijn namelijk aminozuur, die in een zeer specifieke combinatie proteïnes vormen. In de wetenschap is geen enkele twijfel over dat de proteïnes de eerste noodzakelijke bouwstenen zijn voor het leven. Onderdeel van de huidige versie van de evolutietheorie is dat het leven is ontstaan door een toevallig van combinatie van aminozuren die in enorm toeval op zo'n manier zijn samengekomen dat er proteïnes gevormd zijn, welke dan DNA vormen enzovoort en cellen gevormd zijn. Dit zou volgens onze beperkte dagelijkse logica best wel kunnen. We kunnen namelijk ook gemakkelijk gele en blauwe mineralen bij elkaar doen en dan zien we dat er wellicht een groene kleur komt. Maar we weten ondertussen dat alleen al het ontstaan van die eerste bouwsteen van het leven, proteïne, zo bizar weinig kans heeft om toevallig ontstaan te zijn, dat het nooit, en ik bedoel echt letterlijk nooit, spontaan of per ongeluk ontstaan kan zijn. Kijk, de simpelste proteïne bestaat uit 50 aminozuren. De meer complexe, uit wel meer dan 1000. Als je één enkele aminozuur uit de combinatie weghaalt, is het al geen proteïne meer, maar een hoopje moleculen. Het doet namelijk helemaal niks. Het is zelfs extreem schadelijk voor leven als je maar één stukje van die aminoketen eruit haalt. Een gemiddelde proteïnemolecuul bestaat uit een verzameling van 288 aminozuren en van 12 verschillende soorten. En alleen als we ze zeer specifiek in een bepaalde volgorde aan elkaar knopen, is het een nuttige proteïne. En de kans hierop is dus 1 op 10 tot de 300ste. En dat ziet er als volgt uit. Dit zie je. Hoe bizar klein is deze kans? Hoe bizar klein. Het past nog maar net op de slide. Maar de waarschijnlijkheid dat een proteïnemolecuul die normaal gesproken uit ongeveer 500 aminozuren bestaat, in de juiste hoeveelheid en volgorde gerangschikt wordt, met daarbijkomend en de waarschijnlijkheid dat alle aminozuren slechts linksdraaiend zijn, anders vernietigt dat juist het leven, en met de noodzakelijke peptideverbindingen verbonden zijn, is 1 gedeeld door 10 tot de 950ste. Beste mensen, dat ziet er als volgt uit. En zelfs de leeftijd van de aarde is niet voldoende om één enkele proteïnemolecuul te vormen met alle atomen die we op aarde aanwezig hebben. Sterker nog, zelfs als we alle atomen in het universum zouden stoppen met wat ze aan het doen zijn, en zich zouden concentreren op het vormen van één enkele proteïne, zouden de miljarden jaren dat het universum bestaat niet genoeg zijn om deze door toevallige kans te doen ontstaan. Op dit plaatje gaan we nog verder. Hier zien we een bacterie. Een bacterie bestaat uit 2000 soorten proteïnen. Robert Shapiro, een professor in de chemie aan de Universiteit van New York en DNA-expert, heeft de kans op een toevallige vorming van de 2000 soorten proteïnen van een bacterie uitgerekend. Even ter vergelijking, er zitten 20.000 proteïnes in één menselijke cel. 2000 in alleen deze bacterie. De uitkomst van de kans dat het zou ontstaan is 10 keer tot 10 met 40.000 nullen erachter. En dit past niet meer op deze slide. We hoeven ons dus niet te schamen om niet te geloven dat het leven per toeval is ontstaan. Om niet te geloven dat het leven per toeval is ontstaan. Het toeval is te klein om te accepteren. En daarom, beste mensen, verwerpen wij de evolutietheorieën en scharen wij ons tot de volgende theorie. Namelijk het feit dat wij uitgaan van intelligent design. Iemand die het heeft ontworpen.
We hebben namelijk Darwinisme. We hebben natuurlijk verschillende soorten van Darwinistische theorieën, klassieke theorieën of neo-Darwinisme. Of het onderbroken evenwicht waarbij versprongen zijn in DNA. Maar uiteindelijk gaat islam en ook de meeste andere religies richting het intelligent design. Ja, en dat heb je ook zelfs zonder religie wat mogelijk is. En islam hoort bij het intelligent design met daarbij een religie. Een passende oplossing voor onze denkbeelden. Een passende bewijs ook in de Koran voor alle theorieën die ontstaan zijn. En we zullen dat zien in de volgende videoreeks die wat meer ingaat op de connectie tussen wat we net gezien hebben, de connectie van de wetenschap en de Koran, namelijk de bewijzen dat de Koran daadwerkelijk echt alleen maar van de schepper kan zijn. En we zien jullie graag terug in de volgende videoreeks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u en de genade en zegeningen van Allah.